dat je kijkt. Ik ben Rens en dit is de allereerste aflevering van 50 Hertz TV. We zijn beland in een enorm rare tijd. Een tijd die we nog nooit eerder hebben gezien en hopelijk, zodra we er vanaf zijn, ook nooit meer mee hoeven te maken. Alles en iedereen is stil komen te liggen in de wereld en vooral de evenementensector is enorm zwaar getroffen. Maar wie zijn nou die creatievelingen achter jouw favoriete artiest en festival? Wij gaan bij ze op bezoek en gaan met ze praten over wat hun nu bezighoudt en hoe zij toekijken naar een tijd na corona. Vandaag zijn we in Rotterdam en gaan we praten met een van de grondleggers van de housemuziek in Nederland. Ik heb het over niemand minder dan Lucien Fort. We gaan snel naar binnen. Lucien Fort is geboren op 25 november van 1969. Op zijn zesde begon hij met zijn eerste lessen aan de muziekacademie. Op zijn 19e scoorde hij een wereldhit met Quadrophonia. Dit succes maakt dat hij nu gezien wordt als een van de grondleggers van de elektronische house en techno in Nederland. Van radiohost bij 3FM, Slam FM en ID&T tot headliner op alle grote festivals en geliefd achter de decks bij talloze clubs over de hele wereld. Lucien heeft geleefd en geïnspireerd als invloedrijk artiest met zijn kleurrijke persoonlijkheid binnen de internationale dance. En hij is nog lang niet klaar. Sterker nog, hij is in de afgelopen jaren zelfs een compleet nieuw project begonnen waarbij hij al zijn muzikale ervaring van de afgelopen decennia laat samenkomen. Onder de naam Analog Kitchen is hij de muzikale sterrenchef die ieder podium omtovert tot een audiovisuele keuken gevuld met een indrukwekkende verzameling aan analoge instrumenten. Hij lijkt hiermee het live performen volledig opnieuw uitgevonden te hebben en serveert zijn altijd uitzinnige publiek op het overheerlijk en verrassend eigen geluid. Naast optreden en produceren deelt Lucien ook zijn kennis met de nieuwe generatie die hij verder helpt door middel van zijn online muziekschool YouBeat Academy. Hey, welkom. Je bent in de Melody Lab. Je bent aangeland in de Melody Lab. Dit is de plek waar ik al heel veel jaar muziek maak. Dit is waar het gebeurt, hè? Dit is waar, dit is waar heel veel dingen gebeuren. Niet alles gebeurt hier, maar het muziekmaakgedeelte, het vloggedeelte en het mix en master gedeelte, dat gebeurt hier. Ja. Want er staat nogal een apparatuur hier. Je kan hier echt als liefhebber je ogen uitkijken. Dat is één ding wat zeker is. Sowieso. Die was heel speciaal, hè? Stelde je net. Ja, dit is mijn Audient ASP 8024 tafel. Dat zegt niemand iets, maar deze heb ik overgenomen van Henny Vrienten. En Henny Vrienten is natuurlijk beroemd van de band Doe Maar. En veel Doe Maar platen zijn op deze tafel. Dus jij gewoon hierop geweest? Hier komt hij vandaan? Op deze tafel. Die voel je nog in de vingers. En ik ben heel onerbiedige technoplaten erop aan het afmixen. Ja. Nou ja, zo zie je maar. Heel tof. Ja. We gaan nog veel meer van je leren kennen. Want je bent Lucien Fort. Die kennen we natuurlijk al echt al 25 jaar. Langer. Ik denk dat ik nu wel richting de 32 jaar ga of zo. Normaal. In de industrie. Dat ik het betaald doe, zeg maar. Ja. En nu sinds 2 jaar Analog Kitchen? Ik heb verschillende projecten. Sinds denk ik 2,5-3 jaar een analoog project waarmee ik optreed. Dat heet Analog Kitchen. Dus dat is dan weer gebaseerd op live optreden zonder computer. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het gewoon voor mij teruggaan naar de allereerste tijd dat ik produceerde. Want toen waren er dus nog geen echte snelle computers. Dat is het ding wat ik met Analog Kitchen doe. En ik mag aankondigen dat ik mijn eigen opleiding heb. En dat is de YouBeat Academy. Dus, heel tof. Met een U. En dat ben ik gaan doen op de muziekschool waar ik begonnen ben toen ik 4 was. Oh, wow. Dus toen ik 4 was ben ik naar die muziekschool gegaan. Zeker. Heb ik daar fluit en klokkenspel en saxofoonles en dat soort klassieke instrumenten geleerd. En via omzwervingen door uiteindelijk elektronische muziek ben ik nu teruggekomen op de plek dat ze zeggen oké, leuk dat jij die reis hebt gemaakt, maar wij niet. Breng die reis dan weer terug naar ons. Ja, en, tijd om de kennis te delen van al die jaren. Ja, ja, ik kreeg steeds meer vragen en dat loopt gewoon door. Gaaf. We gaan een 10 minuten gesprek met jou in. Allereerste aflevering, eerste keer. Ik ben benieuwd. Ja? Ben je er klaar voor? Nee, dat niet, maar... We gaan het gaan doen. Let's do it. We gaan beginnen. Ik wil altijd weten van onze gast. Ga ik altijd als eerste vragen. Wie is Lucien? Wie is Lucien? Nou, Lucien Fort is een muziekenthousiasteling, 50 jaar. Trotse vader van Nora Julia Fort, dochtertje van bijna 2. En man van Barbara Past. We hebben een heel tof gezinnetje. En daarnaast ben ik muzikant, bevlogen. Mixing en mastering engineer. Voor onder andere Willy Wartaal en dat soort mensen. En ik denk dat ik gewoon heel erg gelukkig word van het muziek maken, het muziek mixen, praten over muziek. Noem het maar op. Alles wat maar met frequenties en muziek te maken heeft, daar kun je me wel blij mee maken. Ja, zo heb ik je ook de afgelopen jaren zeker leren kennen. Dat is een enorme passie.
En als ik nou aan jouw vrienden zou vragen, hè, wat hoop je dan dat ze zeggen? Als ik diezelfde vraag stel, dus wie is Lucien? Als ze aan mijn vrienden vragen, ze zeggen? Dan zeggen ze, het is een hele rustige jongen die nooit wat zegt. Hij is altijd heel stil, hij valt niet op in een grote groep. Dat is wat ik hoop dat ze zeggen. Ja, en wat gaan ze echt zeggen? Ik denk dat ze zullen zeggen dat ik een hele drukke aanwezige persoon ben. Die nogal eigenwijs kan zijn, maar wel gepassioneerd recht door zee. En dat is wat ik denk dat ze over mij zullen zeggen. Dat hoop ik wel. De meeste mensen die vinden me heel erg gepassioneerd. Als je denk ik zeg muziek, dan zeg je Lucien. Kijk, dat zou heel mooi zijn als ze dat zeggen. Hey, helemaal terug naar het begin. Ooit, als eerste keer achter de decks. Hoe is dat ooit helemaal begonnen voor je? In mijn geval moet je wel een x-aantal jaren terug. Maar ik ben in tegenstelling tot heel veel mensen niet achter de decks begonnen. Ik ben begonnen als muziekproducer. Ik ben begonnen als rapper in een rapgroep. Oh, wow. In 1985 begon ik een beetje te rappen. En mijn rapgroepje zat in Dordrecht en die heette The Scene. En daar traden wij mee op. Weet ik nog goed. En daarna ben ik in dienst gegaan, want de militaire dienst was nog verplicht in 1988. En toen ik uit dienst kwam, heb ik dat rapper opgepikt en ben ik tegen Otto van Toorn, Ramon Voorn, dus Orlando Voorn, zijn broertje. En tegen Marvin Alexander aangelopen. Met z'n vieren zijn we de Funky Tribe begonnen. Daar hebben we Noorderslag mee opgetreden. En dat groeide. Maar het was ook de ontwikkeling van de elektronische muziek. En in 1989 heb ik een plaat gemaakt samen met Olivier Abeloos in België genaamd Quadrophonia. Die wereldwijd gezien wordt als een van de allereerste rave-platen. Wel leuk, want mensen als Adam Beyer die zeggen dus gewoon dat dat de reden is waarom ze techno zijn gaan maken en dat ze grappen. En ook Kink en zo. Heel veel mensen heb ik weten te inspireren. Terwijl ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik deed toen, maar goed. dat was voor mij gewoon bijzonder. En ik ben pas in 5, 6, 97, toen ben ik echt gaan draaien. Omdat toen de opkomst van de DJ heel erg was en ik vond het ook belangrijk om mijn eigen platen te kunnen draaien. Want ik snapte natuurlijk niet zo heel goed dat dit wel anders was achter de dek staan als je hier bent. Wat voor gevoel geeft het jou als je dat soort legendes, zeg maar, die ook in die tijd groot zijn geworden en nu natuurlijk de grootste labels, grootste optredens hebben. Je kent ze ook allemaal persoonlijk, je hebt ze leren kennen en al die jaren. Hoe voelt het als dat soort mensen dan jou trekken als zo'n startpunt voor hun benoemen? Dat is toch wel heel bijzonder. Het is eigenlijk niet zo. Dit klinkt heel onderbiedig, maar begrijp mij daar alsjeblieft niet verkeerd in. Maar het is niet super bijzonder, want we waren met z'n allen iets aan het doen. Ja, kijk, wij deden het omdat onze ouders het niet tof vonden. Dus wij waren gewoon lekker recalcitrant en we waren lekker overal tegenaan aan het schoppen. Dus hoe minder de gevestigde orde het leuk vond, hoe toffer het was voor ons. En ik was dan een van de jongens die op toevallig het podium opkwam. Maar ja. Als je terugkijkt over die 25, 30 jaar, of nog wel langer eigenlijk. Heb je een, waarvan je zegt, als ik moet kiezen, een absoluut hoogtepunt in al die tijd? Ja, voor mij, ik ben begonnen met het absolute hoogtepunt, want ik heb een wereldhit gescoord. Ik heb een scene kunnen aanwakkeren. Ik heb mensen kunnen inspireren die tot op de dag van vandaag gewoon een bepaalde kant op zijn gegaan. Ik heb een relevant onderdeel kunnen. Stefan zei dat tegen mij. Stefan Botsen zei, Lucie, jij kan echt nu in de grond zakken. Jij kan trots zijn op het feit dat je iets hebt gedaan wat aan het fundament stond van een bepaalde scene. Daar ben ik dan toch trots op als mensen dat op zo'n manier zien. Wat is jouw favoriete uitspraak in de studio? Oh, mijn favoriete uitspraak in de studio. In de studio. Wat hoor je jou vaak zeggen? Ja, twee keer meten, één keer zagen. Ik denk dat iedereen die bij mij in de studio is geweest, denkt, oh nee, hij heeft niet die gegooid, maar ik heb hem wel gegooid. Twee keer meten, één keer zagen. Wat staat hij voor? Nou ja, dat veel mensen kort op de bocht gaan vaak en dingen snel willen doen, want we zitten wel in een resultaatgedreven markt. Vroeger al, maar nu al helemaal. Ik snap best wel dat als je nu online kijkt, je wil skateboarder worden, je kijkt op YouTube, je ziet de gekste truc, dat je denkt, oh, nou, voordat ik dat kan, ben ik 10 jaar verder. Dat heb je in de muziek ook. En dan probeer ik mensen toch aan te leren dat ze wat rustiger, even goed nadenken over wat voor toepassing ze op hun muziek doen. En mijn vader was vroeger timmerman in Suriname en hij zei altijd tegen mij, Luis, twee keer meten, één keer zagen. En ik heb dat toch wel van hem geërfd, denk ik. Dat is toch gewoon. Dus dat zeg ik dan ook tegen de mensen. Als jij nu op een festival wordt gevraagd, Luis, jij mag de laatste 3-4 uur programmeren en ik wil jou het midden hebben. Wie draait er voor jou en wie draait er na jou? Wauw, als ik op een festival zou staan en ik mocht bepalen. Iedereen. Als ik op een festival zou staan en ik sta in het midden en er moet na mij iets gebeuren, dan
Oké, ja, prima. Ik denk dat ik het weet. Ik zou beginnen de dag met Mira, zou ik beginnen. En dat zou heel... Want ik hou wel van elektronische muziek. Mm-hmm. Dus echt 120, 110 tot 116 bpm. Dan zou ik langzaam, denk ik, Roel willen neerzetten. Roel en Oliver Whyter. Ja. En Kim ook. Ik denk dat die met z'n tweeën, moeten met z'n tweeën, zullen die twee uur moeten doen, want die maken een switch. Dan denk ik dat ik met mezelf met Analog Kitchen daarna door zou gaan en dan zou ik, dan mag Kink nog tussen. Dan zou ik zelf gaan, dan zou ik Carl neerzetten en dan zou ik Adam neerzetten. Kijk. Denk ik. Zoiets. Nou, als er iemand meekijkt die nog een line-up zoekt voor volgend jaar vast, dan hebben we er nu eentje al vast. Bedankt voor het aanbieden. Dus we zetten jou er niet bij, maar de rest boeken we wel. Met welke artiest zou jij graag ooit een keer op After nog willen belanden? Oh, poeh. Met welke artiest zou ik op After willen belanden? Met Villa Lobos. Okay. Ik heb me nou al 25 keer voorgesteld, dus die 26e keer, dat zou ik wel leuk vinden. Denk ik wel. Wat maakt jou onderscheidend ineens zien? Nu op dit moment maakt mij mijn ervaring me, denk ik, onderscheidend. Ik denk dat ik op heel veel vragen wel antwoorden kan verzinnen. En dan ook niet omdat ik een soort orakel ben of zo, maar gewoon omdat ik het gewoon lang doe. En relevantie voor mij een heel groot punt. Ik vind dat je relevant moet blijven, hoe jong of hoe oud je ook bent. Je moet het aanvliegen als een soort van baan. Hè? Wat ik lastig vind is dat heel veel mensen toch maar doen alsof het een soort van modeverschijnsel is. En je bent gewoon, je hebt een verantwoordelijkheid. Ik vind dat je een verantwoordelijkheid hebt wat je doet met je publiek. Je kunt mensen verwonden. Er zijn helemaal geen bepaalde veiligheidsvoorwaarden met wat je met geluid kan doen. Weet je wel, dus ja, weet je, ik bedoel, ja. Is dat ook wat je motiveert in deze tijd, in deze rare tijd waar we in terecht zijn gekomen? Nou, ik vind dit eigenlijk een van de meest geweldige tijden die er zijn. Want ik vind dat het in ieder geval de boel mensen die via een marketingtruc bij iedereen binnen zijn gevlogen, die vliegen er gewoon uit. Je moet echt wel wat kunnen. Ik denk dat het belangrijk is dat de mensen die dit zien als werk, die dit zien als een overlevingsmechanisme, die komen dus nu uiteindelijk bovendrijven. Ik bedoel, de echte creatieve mensen. Ja, jullie zijn toch zo creatief? Ja, je kan draaien. En dat is dan het enige wat mensen doen. Dus ga je 25 dagen te elkaar zitten streamen, kan je niet iets aan die mensen teruggeven dan? Zitten thuis. Die moeten in een goede tijd al geld aan je uitgeven. Dan moeten ze nou nog een keer geld aan je uitgeven, nu dat ze nog geen geld verdienen. Dus ik denk dat de verdieping en de verantwoordelijkheid die je hebt om in ieder geval uit te leggen wat het is, dat soort dingen belangrijk zijn. Ja, dat is mijn grote motivator. Nog een paar vragen. Hoe zou een dag van jou, hoe zou jouw zomer nu eruit hebben gezien als er geen corona was? Dan had ik nog iets meer wallen als wat ik nu heb. En dan moet ik zeggen dat ik toch wel redelijk weinig slaap in verband met alle dingen die er toch zijn gebeurd in deze tijd. Ik zou veel draaien, dat mis ik wel. Ik mis het sociale aspect. Ik mis de interactiviteit met mijn fans direct. Hè. Mensen die echt op je afkomen, die op dat moment iets hebben. Ik ben nu ook maar aan het afvuren en projecteren. Het is redelijk tweedimensionaal. Dus dat mis ik wel. Dus ja, het reizen, het weekend op pad zijn. Dat Pietje Bel gevoel, dat de rebels in de auto zitten naar van de een naar de andere boeken, dat is wel lastig dat even wegvalt. Maar het geeft wel tijd om op andere dingen te reflecteren. En als we nu een jaar vrij spoelen, hoe ziet een gemiddelde zaterdag verder over een jaar uit? Nou ja, ik denk dat ik nu een soort plan aan het neerleggen ben waarin ik alle losse dingen die in mijn carrière altijd zijn begonnen. Oh, een beetje radio. Oh, een beetje draaien. Oh, een beetje masteren. Oh, mixen. Oh. Weet je, ik doe echt zoveel verschillende dingen. En dat is leuk, want ik kan heel veel. Maar ik denk dat volgend jaar, dat heb ik mezelf echt voorgenomen, dat ik weet niet hoe lang deze crisis nog duurt, maar alles gaat één kant op zijn. Dus als je iets wil, dan heeft het allemaal met elkaar te maken. Je gaat denken van dat live ding heeft te maken met mastering, heeft te maken met opleiding, heeft te maken met draaien. Het moet gewoon duidelijk zijn. Ik heb nog één extra bonusvraag, noemen we dat altijd. En in deze tijd noemen we dat de quarantainevraag. De quarantainevraag. Heb ik voor jou één getal nodig tussen 0 en 10. En dan krijg je één bonusvraag van mij. 7. 7. Vertel een geheim over jezelf. Een geheim over mezelf? Het allerleukst, als ik echt niks aan mijn hoofd heb en mezelf kan concentreren, wat ik leuk vind om te doen, is het maken van modelbouwdozen. Dat weet helemaal niemand. En die, en vooral raceauto's, en die airbrush ik, en dat gaat heel tof.
Ja, dat gaat met millimeter. Ik ga hem vooral niet te veel. Ik denk dat helemaal niemand dat van mij weet. Maar dat is echt iets wat ik echt leuk vind om te doen. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel. Zometeen, na de break, gaan wij nog verder kijken. En gaan we verder praten met Lucien over zijn visie. Over hoe het festivallandschap eruit gaat zien na corona. Maar we zijn ook de straat op gegaan. En we zijn ook voor het eerst vandaag in gesprek gegaan met mensen over wat zij het meeste missen van het uitgaan. En daar gaan we nu naar kijken. We zijn vandaag in Utrecht en we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd hoe het publiek nou de afgelopen maanden heeft beleefd. En wat zij het meest hebben gemist. Dus vandaag stellen we dan ook de vraag, wat heb jij het meest gemist in de afgelopen 3 maanden als het gaat om uitgaan? Ik heb een vraag voor jullie. Wat hebben jullie het meeste gemist de afgelopen 3 maanden als het gaat om uitgaan? Met vrienden zijn bij elkaar. Ja, gewoon samen zijn eigenlijk, heel simpel. Ja, ik denk ook zoiets. Ja, toch wel inderdaad dat samenkomen met vrienden. En hoe heb je dat opgelost in 3 maanden? Een beetje creatief mee omgegaan? Nou, gewoon in de tuin zitten op 1,5 meter. En, Altijd netjes 1,5 meter? Ja, wel geprobeerd. Ja, natuurlijk hou je eraan. Maar ja, stiekem als de, weet je al, na zoveel bier dan, uiteindelijk dan gaat die grens natuurlijk vanzelf weg. Maar ja, weet je, tegen wie zeg je dat? Het is achter in de tuin, dus het boeit eigenlijk niet zoveel, toch? Wat we het meest gemist hebben. Nou ja, vooral de gezelligheid. En dat je, ja, gewoon de echte gezelligheid gewoon in het uitgaanscentrum. Biertjes doen, een beetje dansjes doen. En was je dan meer iemand die naar een cafeetje toe gaat, feestcafé of lekker naar club, festivals, allemaal? Ja, alles. Alles? Ja. En jij? Ik ga eigenlijk een beetje als routine elk jaar wel naar Pinkpop, naar Bospop en eigenlijk ook wel naar Lowlands nu afgelopen 2 jaar. Dus dat is wel ontzettend jammer dat het niet meer door kan gaan. Want je had ook nu kaartjes weer voor dit jaar? Ja, ik had Pinkpop had ik bijvoorbeeld dit jaar weer gedaan. Maar het mooie is, dat gaat wel door naar volgend jaar, dus ik kan ze wel gewoon gebruiken. Maar het is wel iets wat ik echt jammer vind. Dus gewoon 3 dagen lekker een beetje hossen, een beetje muziek luisteren en biertje drinken. Dat zit er dit jaar niet in. Maar goed, nu zoals vandaag mag je dus weer een biertje drinken op het terras. Dus dat is op zich ook wel prima. Wat hebben jullie nou in de afgelopen 3 maanden het meeste gemist wat betreft uitgaan? Oeh, dat, kan ik dat zeggen waar jij bij staat? Nee, gewoon de gezelligheid met vrienden. Dat. Puur dat. Gewoon alleen vrienden, alleen vrienden. Vrienden. Vrienden en drinken. Verder niks. Ik kan niks bedenken wat ik verder gemist heb qua uitgaan. Een beetje genoten van de rust inderdaad. Wat jij zegt, gewoon eventjes niks hoeven doen. Heb je dat ook zelf zo ervaren? Ja, heerlijk. Geen FOMO. Dat is heel chill. Normaal als je dan op vrijdagavond thuis zit, dan denk je kut. Ik moet eigenlijk de stad in, want iedereen is in de stad. Daar gebeurt het en het is vet en nu mis ik alles. Maar nu kan je gewoon niks doen. Heerlijk. 10:30 naar bed. Kwartiertje lezen nog en het licht uit. Heerlijk. En dan zaterdag fit wakker worden en blij. Ja man, het zou eigenlijk altijd moeten. Laat die uitgaanstenten maar lekker dicht. Die terrassen open vind ik ook kut, want nu heb ik eigenlijk naar het terras moeten de hele dag. Nee, moest je daarom nu mee vandaag of niet? Want de terrassen zijn vandaag voor het eerst open. Ja, ik ben een beetje hypocriet geweest. Ik zat de hele tijd af te geven op dat terras weer open gaan en en dat we weer van alles moeten. En dat ik terras zitten eigenlijk kut vind. Maar ik kom net van dat terras af. Ik ben er nu alweer ingetrapt. En hoe voelde dat dan weer, dat terug zijn op het terras? Ja, stiekem wel leuk. Toch wel, hè? Fijn, ja, toch wel. Ja, helaas wel. Ja, mijn eigen standpunt is weer onderuit geveegd door mezelf. Voelt dat nou anders? Dat je zeg maar zoveel rust hebt gehad, zoveel met elkaar thuis, gewoon relax, af en toe een vriendin erbij en dan één keer nu die drukte komt weer op gang. Voelt het nou anders? Ik vind het wel anders, want het was op een gegeven moment zo stil overal dat je ook anders naar de stad keek. Dat vond ik heel leuk. Dat je ineens meer om je heen ging kijken of zo. En nu is het wel weer gewoon weer zoals normaal. En word je meer afgeleid door alles wat je ziet, door alle mensen en zo. Dus ik merk wel een beetje verschil, maar ik vind het nog steeds heel rustig hoor. Godzijdank. Vandaag stellen we de vraag, wat heb je het meeste gemist in de afgelopen 3 maanden als het gaat om uitgaan? Festivals. Wat voor festivals? Van alles eigenlijk. In Amsterdam heb je elk weekend heb je wel een festival en dat heb ik wel gemist. Ja. Welke nog een speciale muziekstijl of ga je naar allerlei dingen? Eigenlijk van alles, maar ik had 2 festivals gepland staan, Latin Village en Palmundo. En die gaan nu dus niet door, dus dat mis ik wel. En nu de afgelopen 3 maanden een beetje creatief toch vriendinnen opgezocht, toch een beetje muziek met elkaar geluisterd, thuis dan? Ja, een beetje. Nou, eigenlijk voornamelijk wel veel thuis gezeten en er was ook niet heel veel te doen, maar ja, wel toch wel naar vriendinnen toe geweest en thuis gezeten, maar ja, voor de rest niet heel erg veel feestjes of iets gehad thuis. Geen geheime thuisfeestjes nog gehad? Nee, dat niet. Wat hebben jullie nou het meeste gemist de afgelopen 3 maanden als het gaat om uitgaan? Dronken, dansen. Je hebt het gemist om dronken te worden, hè? Ja, heel erg. Maar dan kan je thuis ook, hè? Ja, maar het is toch anders. Gewoon de sfeer dat je allemaal gewoon tegen elkaar aan staat dansen en gewoon, ja, dat is gewoon gezellig. Ja, en de gezelligheid van de mensen ook hier in de stad en de feestjes, een drankje doen in de stad met alle mensen.
Het is gewoon heel gezellig. En waar gaan jullie meestal dan normaal naartoe? Zijn meer voor de clubs of meer de festivals in de zomer? Ik echt gewoon, ja, in de zomer wel festivals. Maar ik hou vooral heel erg van de kleine kroegjes. Waar we gewoon bier drinken in de kroeg. We zijn weer terug hier in de studio in Rotterdam van Lucenfort. En nu gaan we naar het tweede deel van deze aflevering. En we gaan het hebben over jouw visie en gedachtegang daarnaast. Over waar het allemaal naartoe zou kunnen gaan na corona. We gaan het prognosegesprek voeren. En dan gaan we nu mee starten. Nee. Eerste waar ik het met je over wil hebben is, gaan de behoeftes van het publiek veranderen als het gaat om clubevenementen en festivals? En hun gedrag? Dat heeft denk ik mijn optiek te maken met hoe lang dat dit nu nog door gaat duren. Kijk, ik ben in een gelukkige omstandigheid dat ik vanaf april begin housemuziek heb zien ontwikkelen. Dat zijn ontwikkelingen die allemaal niet zo heel snel zijn gegaan. Hè? Je praat over 30 jaar dansen nu op dit moment. Dus een paar maandjes een keer niet dansen gaat er niet voor zorgen dat iedereen ineens een heel andere gedachtegang heeft. Het heeft wel een bepaald soort awareness bij mensen neergezet. Dus gaat dat heel drastisch veranderen? Nee, maar ik denk dat we wel een beetje geschrokken zijn van het feit dat wij echt heel erg afhankelijk zijn van een sociale samenhang die klaarblijkelijk niet op anderhalve meter werkt. Als het gaat om wat hun behoeftes wordt als het gaat de inhoud van een festival, gaan ze boven drijven, gaan grote festivals, kleine clubfeesten? Nou, ik denk dat het sowieso, kijk, ik vrees dat wij gewoon als allerlaatste aan de beurt zijn. Hè? Wij zijn een luxe product, dat zie ik gewoon zo. De dansindustrie is een luxe product by far. Dus ik denk dat iedereen in eerste instantie eerst zal kijken van oké, hoe krijgen we de samenleving aan de gang? Dan ga je kijken wat zijn de dingen die we extra doen. Dus als ik dan moet kijken in de hiërarchie, dan denk ik dat de gezondheid, de familie, het samenleven, dan het werken en dan daarin ook ontspanning, dat eerst komt en dat je daarna pas denkt oké, nu heb ik voor mezelf zin om naar een feestje te gaan. Weet je, ik denk dat ontspanning moet je dan denken aan kapper en sportscholen en dat soort ontspanning. Dus ik denk dat wij helaas, ja, mijn prognose zal zijn dat je ergens in 2021 een keer kan kijken naar iets wat lijkt op een festival, maar ik zie om niet in nu mensen 20.000 man bij elkaar komen. Nee, maar daar gaan we ook vanuit. We gaan er ook vanuit dat pas in 2021 gaat gebeuren. Maar ik denk dat is van mensen van gaan ze juist meer zin hebben? Of denk je dat ze dus een beetje voorzichtig zijn? Dat ze ook zelf zeggen van joh, eerst al het andere en pas als het echt kan en veilig wordt verklaard, dan pas ga ik daar überhaupt weer mee bezig zijn. Nou, ik denk dat mensen wel een beetje zullen willen zien dat er inderdaad al een vaccin zal zijn dat ervoor gaat zorgen dat je in ieder geval ongemoeid daar weer aan kan deelnemen. Dat zou in ieder geval voor mij belangrijk zijn. Ik denk, en als dat zo is, dan denk ik dat we snel wel weer zijn waar we moeten zijn. Dus dan gaan mensen wel weer, denk die behoeftes zijn, dan wel weer gaan terug op de feesten. Ik zit nog te kijken naar die 72 uur feestjes, hoor, die niet ophouden. Dus dat is ook mijn eigen behoefte, hè? Dat ze dan ook meteen ook gewoon langer door willen, denk ik. Misschien in de eerste tijd, maar ik denk dat is een industrie, en vergis je niet. We verdienen er geld aan. Er zijn ook veel mensen mee gemoeid die niet doen voor waar andere mensen het voor doen, hè, qua creativiteit. Dus het is wel een industrie. En een industrie zal weer terug moeten gaan naar zijn eigen manier waarop de tandwielen en de radertjes draaien, denk ik. Dus ik ga er niet van uit dat het drastisch zal gaan veranderen. Aangezien ik weet wat de aard van de dansende mens is, want ik was er van het begin bij tot nu. Dat zie ik niet. In het prognosegesprek willen we het zo duidelijk mogelijk in kaart gaan brengen de komende maanden waar het naartoe gaat. En daarom wil ik je vragen, als je nou bedenkt van joh, het blijft helemaal hetzelfde. Het gaat weer terug naar hoe het was. En 7, dat staat eigenlijk voor heel veel veranderingen en we gaan terug naar een compleet nieuwe situatie. Dan wil ik graag bij alle vragen dat je beantwoordt met het antwoord van de cijfer. Dan geef ik het een 3. Ik denk dat het een beetje verandert, maar dat heeft meer te maken met dat we nu gaan kijken hoe we dit soort dingen niet nog een keer kunnen doen. Maar een 3, het zal dicht bij elkaar blijven. Duidelijk. Wat betreft de muziekstijl, er is natuurlijk nu een hele situatie waarbij iedereen live aan het streamen is. Dat is toch iets heel anders dan dat je naar muziek luistert als je los staat te gaan in de club, in de borreltje op. Heel anders. Denk je dat dit effect zou kunnen gaan hebben op wat de muziekstijl eigenlijk gaat worden volgend jaar? En gaat dat ook doorzetten op festivals volgend jaar? Nou, of in de club? Wellicht. Ik denk dat je hebt heel veel mensen nodig om
Je hebt heel veel mensen nodig om een houseparty te maken, al qua dansvloer. Maar heel eerlijk gezegd heb je daar die DJ niet specifiek op die locatie voor nodig. Dus het zou zo kunnen zijn dat ik misschien geboekt word voor een set op de Noordpool, waar wel mensen bij elkaar zijn. Ik stream daarheen. Dat kan, want ik heb al een aanvraag gehad in deze tijd waarbij mij gevraagd werd of ik vanuit huis wilde draaien en dat mijn muziek in de club werd afgedraaid. Dus dat is misschien een toekomstding. Aan de andere kant, hou wel twee dingen in de gaten. Je hebt muziekproductie en je hebt DJ's. Dus wat ik ook online zie zijn streams. Ik weet niet of die streams nou heel veel te maken hebben met wat de muziek zal zijn. Ik denk dat er veel producers aan het produceren zijn. Ik denk dat die inderdaad, ik denk dat je wel betere muziek gaat krijgen. Mensen hebben wel de tijd om in ieder geval nu beter door te produceren. Dus ik ga er wel vanuit dat je een stroom aan muziek gaat krijgen. En ja, mensen die veel draaien en niet zoveel produceren. Dus daar een inhaalslag in te maken heb ik ook dat die wel maken. Dus dat je ook wel vooral betere muziek gaat worden. Met Lucien Ford ben je in de househoek eigenlijk heel groot geworden. Het is langzaam steeds meer naar techno gegaan, wat stevigere techno. En met Analog Kitchen zit je nu toch wat meer melodisch in de producties die we daarvoor kennen tot nu toe. Maar op de dansvloers heb ik je ook vaak een echt vol gas in gegeven. Ja, ik denk dat gewoon. Wat is jouw muziekgevoel op dit moment? Ja, mijn eigen muziekgevoel is dat ik geen muziekgevoel heb. Ik vind het zo frappant dat je per se moet kiezen. Ik snap dat het moeilijk is als je zelf niet creatief bent, zeg ik even heel onerbiedig. Of dat je, nou misschien moet ik het niet zo stellen. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is een keuze te maken in het wilde aanbod aan allerlei soorten stijlen van muziek. Om dan een specifieke niche te moeten kunnen kiezen. En ik vind het ook frappant dat dat dan moet. Hè? Mm-hmm. Als je onderground techno bent. Dan, dat is wel niet. Nou, dat is wel een beetje wat het stigma is, wat er een beetje op leunt. Hè? Ja. Je moet wel kiezen. En als je onderground techno bent, dan heb je al hekel aan alles wat dat niet is. Dus ik vind gewoon sowieso dat dat lastig is. En ik ben als techno DJ begonnen in het ver verleden. En ben naderhand gewoon doorgegroeid naar house. En ik doe met Analog Kitchen ook vooral veel melodische dingen. Maar wat ik zal hopen, dat is wel goeie. Wat ik zal hopen, is dat de corona ervoor zorgt dat men onbevooroordeeld naar muziek kan luisteren. Zodat als jij vindt dat jij morgen zin hebt om Guus Meeuwis aan te vragen op een of andere melodische house track. Of dat jij Memru Renjan die keihard gitaar gaat spelen met een distortion in een klassieke plaat, dat mogelijk is. Dus dat al die kadertjes die nu sowieso op een gat liggen, dat mensen open-minded zijn voor alles op dit moment, ze nemen alles wat creatief is. Muzikale vrijheid. Waar je dat zou ik wel echt heel erg ambiëren. Ja. Tof. Dat heb ik zelf ook, dat heb ik zelf namelijk, maar ik ben altijd zo geweest, want ja, ik vind weet je, het moest geen werk zijn, daarom deed ik dit, weet je wel. Op het moment dat ik in een hokje terecht kom, word ik toch wel weer conform een bepaald soort verwachtingspatroon en daar doe ik het niet voor. Zie je het al gebeuren bij mensen die normaal al heel erg vast zaten in de genre, zie je die nu bijvoorbeeld van losgaan muziek, meer luistermuziek maken, zie je die verandering al? Nou, ik denk misschien nog te snel, maar... Nou, het probleem is, waar je mee bekend wordt, is vaak niet hetgeen waarvan jij thuis heel warm wordt. Hè? Ik bedoel, als ik zeg dat ik de Defiant Ones als een hele belangrijke pijler zie, het heeft totaal niks met mijn muziekstijl te maken. Snap je, naar Dr. Dre en zijn koptelefoon zitten kijken, dat zie ik nou niet zo snel in de marktkantine iets doen. Maar het zijn toch dingen die me interesseren. Dus ja, waarom zou ik dat dan niet proberen te maken op de computer? Ik denk dat... Die vrijheid zou je eigenlijk ook allemaal gewoon moeten ambiëren. Ik ben daar al lang voor inderdaad. Muzikale vrijheid en kijken wat voor creatieve dingen je dan krijgt. Zonder dat er een soort regel is van ja, maar het is voor dat feest of het is voor dat evenement. Het is veilig, hè? Het is veilig. Het is vaak opgesteld door mensen die dan niet zo creatief en diep in zitten als dat wij dat eventueel zouden doen. Dus ik begrijp dat wel, het verwachtingspatroon. Langs de andere kant wil ik wel altijd gewoon even... aanstippen dat ik de beste ding heb gemaakt op het moment dat ik er niet vanuit ging dat ik een bepaald ding ging maken. Dat is het, dat hoor je altijd. Cijfer, muziekstijl, waar gaat het heen? 1 tot 7? Dat blijft denk ik een 1 of 2. Mensen zijn echt? Dus het blijft toch hetzelfde? Dus ook al hoop je het, je verwacht niet dat het gaat gebeuren. Ja, als morgen Martin Garrix aankomt van ik heb nou een reggae plaat gemaakt, denk ik niet dat zijn platenfirma zegt, oh daar worden we vrolijk van. Dus, nou ja, Avicii, die denk ik in het country kan. Ja, maar Avicii heeft altijd al van het prille begin aangegeven dat zijn ziel niet direct lag bij hetgeen wat verkocht moest worden. Ja, en ik denk dat dat hetgeen is wat hem heeft genekt, maar ik geloof wel dat hij wel heel duidelijk aangaf en als je zijn hardest leeg spit, dat je daar heel veel andere soorten platen op aangeeft. Maar laten we dan iets anders zeggen, denk je dat je ooit een klassiek concert op de hardest van Alan Bear gaat vinden dan? Ik vrees van niet. Maar misschien zit die jongen zijn auto... Skrillex heeft het een keer gedaan, hè? Hij heeft een keer een hele orkestbak digitaal bij elkaar gevoegd.
Dat was een hele bijzondere EP. Ik kan me nog herinneren dat ik echt zelfs van wauw. En toch misschien juist die gasten die... Maar van Adam Beyer kun je wel zeggen, ja, dat is dat. En dan weet je van Blind en je gaat naar zijn drumcoachfeest en je weet wat je krijgt. En als ik jou vraag wat is Skrillex de laatste plaat, dat weet jij niet. Nu niet meer, maar toen wel. Toen het uitkwam wel. Dus ik vrees dat het bij hetzelfde blijft. Blijf hetzelfde. Maar ik hoop het niet. Je zet een naam. Twee was het, hè? Ja, twee. Als we dan kijken naar de clubs en festivals, inhoudelijk, gaat daar iets in? Ja, dat denk ik dus wel. Want ik denk dat die in deze tijd heel creatief hebben moeten nadenken. En onze premier heeft het ook wel gevraagd van joh, verzin dan eens iets creatiefs, ja, weet je, doe dan eens iets. En ik denk dat wij geschrokken zijn van het feit dat de wereld binnen 3 weken in een totale stilstand terecht is gekomen. Als ik kijk naar hoe creatief ik ben geworden, naast het feit dat men vindt dat ik in een creatief vak zit, maar wat er bij mij dan als extra adrenaline, S op mijn borst gevoel omhoog komt in een periode dat je voelt dat je moet overleven. Dus ja, ik ga er dan toch eigenlijk wel vanuit dat de clubs die zeker afhankelijk zijn en dit soort stroppen niet 2, 3, 4, 5 keer kunnen meemaken, die zullen wel met een ander idee moeten komen. Kijk, het is niet te vergelijken en het is misschien heel onerbiedig, maar op het moment dat het niet meer groot mag worden in de clubs, dat iedereen te spreken wat te doen en ze hadden binnen een no time. Want als iedereen die met uitsterven bedreigd wordt, die zal een overlevingsmechanisme moeten verzinnen. En vooral clubs, hè, wij DJ's kunnen nog wel van alles en nog wat verzinnen, maar als clubs zijn, dan ben je gewoon afhankelijk van de boots on the ground. En als dat er niet is, zul je iets anders moeten gaan verzinnen. Dus ik denk wel dat zij met maatregelen zullen komen waarbij ze dat streamgedeelte en het koesteren van de merken, denk ik, en meer intiemere deals aangaan met bepaalde clubs en DJ's, met andere clubs en met DJ's, zodat ze het risico kunnen spreiden. Ik denk dat ze dat een beetje zo zien ontwikkelen. Ik denk dat daar wel... Dus meer inspelen op de intimiteit die mensen vooral hebben gemist in deze. Nou, vooral inspelen op de andere aspecten die je als DJ binnen de muziek ook kunt aanbieden. Hè. Dus ik denk dat als je nu naar een DJ toe gaat, ja, dat zij wel zullen zeggen, nou, we hebben nog sets opgenomen of we gaan in aanloop tot het evenement een keer een stream doen. Weet je, dat je dat wat meer krijgt. Dat zij niet alleen maar afhankelijk zijn van de lokale massa die naar de club toe komt, maar dat ze ook globaal iets kunnen uitdragen. Meer persoonlijke interactie. Dat denk ik wel. Cijfer? 1 tot 7, hè, zei je. Ja, dat geef ik wel een 5 toch wel. 5? Ja, aanzienlijke verandering. Ja, ik zie een aanzienlijke verandering. Kan dat, als het nou nog een keer gebeurt, dan ben je dood. Het is een overlevingsmechanisme. Moet wel. Je kan toch niet op hetzelfde voet verder dan, denk ik. En dan jij zelf. Nee, je hebt natuurlijk een enorme verandering eigenlijk al doorgemaakt de afgelopen jaren met Analog Kitchen. Ja, maar dat niet alleen. Ik ben begonnen met house. Ik ben begonnen met hiphop. Weet je hoe ik werd afgeslacht door al mijn hiphop vrienden dat ik house ging maken? Nou, dat vond niemand cool, want dat was muziek van witte mensen en stel-out en wat ben je nou voor een bounty en oh, ik heb het allemaal gehoord. Vervolgens werd Quadrophonie een wereldhit. Nou, toen ging iedereen op de hiphouse bandwagon springen om toch maar house te gaan maken. Ja, vervolgens was je house aan het draaien, underground ging je wat commercieel, was dat weer het probleem? Nou, dan ga je van commercieel naar underground, is dat weer het probleem? Het blijft altijd iets. Dus wat ik zeg, je weet je, ja, waar zie ik mezelf heen gaan? Ik vind... één ding waarvoor gestreden is slavernij. En dat kan niet en dat mag niet. En dat vind ik wat je jezelf aandoet als je jezelf beperkt tot één en hetzelfde ding. Dus ik vind niet dat je jezelf een slaaf moet maken van een bepaald verwachtingspatroon. Voor een ander niet. En voor jezelf ook al helemaal niet. Het is makkelijk om tegen de wereld te liegen, maar tegen jezelf liegen is eigenlijk veel makkelijker. Om tegen jezelf te zeggen, nou, het zal wel. Dus om eerlijk naar jezelf te kijken wat je zelf leuk vindt en dat in alle tijden te koesteren, zorgt er gewoon voor dat je geen eendagsvlieg wordt. En dan kan je op een gegeven moment ook op een stoel zitten en een interview met iemand houden en zeggen, ik doe dit 35 jaar en een prospect hebben dat je het nog zeker, voor zolang als dat ik heel blijf, zeker nog wel een jaar of 10, 15 kan volhouden. Daar gaat het over. Dus ja, ga ik mezelf opnieuw uitvinden? Ik denk dat ik niet anders kan. Ja. Je zat al in dat proces eigenlijk. Nou ja, opnieuw uitvinden is misschien een beetje heel ambitieus gesproken, maar mezelf uitvinden. Maar ik denk dat je kijkt naar de... Zo doe ik het, hè. En dat doe ik met mijn opleiding, doe ik dat precies hetzelfde. Ik denk niet dat je vast moet zitten aan één soort... expertise ding, maar ik denk dat je alle verschillende expertise moet kaderen en dat mensen daarvan moeten kunnen eten. Als je Lucia voor het neerzet of je zet Analog Kitchen in, je weet niet altijd wat je gaat krijgen, maar je moet ervan uitgaan dat het qua content goed genoeg is om ervoor te zorgen dat jij geen slechte avond moet hebben. Onder de streep, bottom line, dat is wat het is. Want ik ben geen club-eigenaar tegengekomen die mij ging vertellen, ja, ik vond het leuk die set, maar die C kruis op een half uur. Die valse noot heeft er echt voor gezorgd dat de 3 biertjes minder zijn. Heb ik nog nooit gehoord.
Dus het gaat er uiteindelijk om dat ik binnen mijn eigen kader snap wat ik moet doen. Ja, en dat ik dat gewoon zo breed mogelijk indeel. En hoe meer mensen snel aan die informatie kunnen voldoen, want ik denk wel dat steeds meer mensen het gaan zien. Hè. We hebben dat in Nederland uitgevonden met Big Brother, dus dat ik vind er wat van. Wat ook heel Hollands is, ik vind er wat van. En ik mag er ook wat van vinden, ik mag er ook wat van zeggen. Dat is een ding wat heel erg naar voren gaat komen en ik vind dat ik dan daardoor ook gewoon relevante informatie moet kunnen bieden. Dus ik vind dat ik mezelf relevant moet houden, dus ik wil mezelf zeker niet limiteren. Als je kijkt naar vandaag en deze dag volgend jaar, cijfer van het verschil? Nou ja, in mijn hoofd zal dat een 7 zijn, maar ik weet het inmiddels ook wel zo commercieel te verpakken dat het voor de mensen de zaal zijn alsof zij in de Matrix blijven leven. Dus voor de mensen dan geef ik het een 3. Want de markt verandert en ik zal maar conform vrienden. Gaat om jou, ik zal zeker een 7. Ja. Je gaat gewoon keihard mee veranderen. Je gaat gewoon zorgen dat gewoon de regel blijft. Ja, ik ga dusdanige dingen veranderen. Want ja. Ik hopelijk weer de industrie een beetje kan beïnvloeden. Want de dingen die ik nu met mijn opleiding aan doe en de manier waarop ik die informatie aanbied, dat doet eigenlijk al helemaal niemand. Dan de laatste. Overal, als je alles bij elkaar neemt, de muziek, de behoeftes van de mensen, de inhoud van de festivals. Wat voor cijfer geef je daaraan? In hoe het zou veranderen. Ja. Weet je wat het probleem is? Mensen zijn gewoon. Het is heel oneerbiedig dat ik het zeg en ik wil ook niet dat mensen me daar fouten nemen, maar mensen kiezen eigenlijk nooit. Mensen hebben het gevoel dat als zij 5 uit 5 pakken Pampers kunnen kiezen, omdat dat door de marketing zo naar voren wordt gebracht dat ze opties hebben. Ze denken en dan kiezen ze iets dat ze ik heb gekozen. Maar niemand kiest. Dat wordt ze voorgeschat. Dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Weet je, we gaan met z'n allen ergens naartoe. Er is een alfa persoon, die heeft de snelste auto, het mooiste huis. Dus die is degene die altijd de kaartjes verzint. Dat is iets, we moeten met die persoon mee, want die weet hoe het werkt. Dus wij zijn als kuddedieren. There's the strength in numbers. Dat is niet voor niks een statement. Hè? Samenhorigheid, community. Dus ja. Gaat dat veranderen, de manier waarop mensen worden aangesproken? Hoe ze worden bereikt dan? Hoe ze het wordt voorgeschoteld? Ik denk dat ze daar zelf een grotere stem in zullen krijgen, nu dat ze daar ook over na hebben gedacht van wat vinden. Want de mensen heeft wel heel goed kunnen nadenken, wat vind ik nou eigenlijk aan dan echt wel tof. En ik denk dat daarna naar geluisterd wordt, maar ik denk dat die behoefte die dan misschien zo is, iets breder gaat worden. Maar het zal nog steeds dezelfde behoefte blijven. Hè? Ik bedoel, de mensen willen op een bepaalde manier dansen. Hè? Dus die willen op een bepaalde manier bediend worden. Ik kan wel vinden dat ik morgen een 5-kwartsmaat moet gaan doen, maar sinds niemand of een beetje veel of een beetje weinig heeft en daar zo naar een feest toe gaat, denk ik dat het gewoon nog steeds dezelfde 4-kwartsmaat was als die ik in 1986 in een sampler vond. En dat zal niet zozeer veranderen. Ik denk dat de behoefte zal zijn dat we waakzaam en vigilant gaan zijn. Kijkend naar wat ons nu is overkomen, dat is niet niks. Hè. Ik kan me niet heugen in mijn leven dat ik ooit heb meegemaakt dat iets zo ingrijpend de hele wereld stil heeft gezet. Dus ik zie het veranderen, maar niet heel veel. Cijfer? 2. Een kleine knipoog naar 3, afhankelijk van welke mensen er nu in de lockdown hele slimme dingen hebben verzonnen. 3? Zetten we neer? Ja, ik geef het een 2,5. Een 2,5, oké. Hele mooie afsluiting. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Dankjewel. Ik zeg, laat nog heel even wat muziek horen. Dan sluiten we mee af. Muziek? Ben ik muzikant?